Hallo, het is weer Akrief en Pity en, wel, ik wou sê Benny, maar Benny is, ik denk Benny is dood. Ik denk ek te les geleer van die studie af. Moenie, al is daar fucking mense die olifanten al val, moenie naby hulle wees nie, want die olifanten is laak kwaad. Goeie fok daarin van my dood gemaak. Oh my hell. Eerder volgende keer als daar draak is tussen hulle en haar klip, want dan is dit die moeite waard. Hy is die spinnekop. Ek het net van jou chommies weggehardloop. Maar, is nie wat ek bang is vir hulle nie, is wat ek bang is vir die fucking olifant. Daar is nog een spinnekop, ja. Niks om oor te bekommer nie. Okay. Kan ek julle mense help met iets? Of is al allemaal net kwaad vir geen rede nie? Oe, is een kus. Oh, wat hulle bezig is. Kom ons kyk of iets hier binnen is. Wel, ek sal daar gaan ek vat. Hierdie gaan ek los. Kan hy verkoop. Kom Benny. Wel, die hele partijke het redelijk goed gegaan, dat ek moet sê. Moenie oor my bekommer nie. Paar kleren. O ja, ek het nie meer goed gekry, so ek reg onthou. Waar is dit? Daar gaan ek opsit. Ja, en daar gaan ek verloor. En daar gaan ek verloor. O nee, ek kan nie. Wow, wel goed, is zwaar. Oh, Benny, ek is blij om jou te zien, Benny. Ek is hier sêk van my, ek is blij om te zien na Fokko van hen weer. Ek weet nie. Hy is rechte fucking like in haar. Hey Benny, is olifant hier so. My voorstel is om hulle nie kwaad te maak nie. Hallo. Daarom is jullie vriendelijk. O nee, Benny. Benny, je eet niet. Benny. Oh, Benny, ik heb het niet gezien. Hier is een windmeel hier buiten. En een wolf. En nog een wolf. Oh nee, ik heb niet jou gezien dat goed als kort maak je, Benny. Ja, jy het self jou kak gesoek daar so. Daar gaan ek jy nie uithelp nie. Kijk, is een windpomp. Windmeel. Plaas. Hallo. Nog een plaas. My fuck. I told you I don't like you going there. I've seen scavengers picking at the mammoths. Hallo. You need something? Talk to my husband. Nee, ek wil met jou kurwe praat. Or just Laureus, if it's all the same to you. Kay, Vantus, jou vrou sê ek moet met jou praat. Mara, what? Is something wrong? Is something wrong? He asks. Yes, something is bloody well wrong. Or maybe you missed the demented little man in the jester's garb down by the road. Yeah. Goes by the name of Cicero. Yeah. Crazy fools asked me to fix his broken wagon wheel 5 times. He won't take no for an answer. Why can't he just leave us alone? Okay. Pay me? You think this is about money? Have you seen the man? He's completely out of his head. A jester here in Skyrim? Ain't been a merry man in these parts for 100 years. And he's transporting some giant box. Says it's a coffin, and he's going to bury his mother. Mother my eye. He could have anything in there. War contraband, weapons, skooma? Ain't no way I'm getting involved in any of that. Wel, wat kan ik doen over? Well, there is something.
There's a guard patrols the road that crazy jester is on. He passes by pretty often. You could report the fool. You know, say he's done something against the law. That will at least get rid of him for me. What do you say? Fine, suit yourself. You're wrong anyway. Just look at the fool. I don't know what it is, but he's damn well guilty of something. So, bossies, jij zijn best wel een durst te wezen, want jij zei die ouders als net wat anders lijkt. Well, fuck it, ik ga al jullie shit stil. Van Curvis wil niet met mij praten, nee. Dus ik ga al jouw fucking groenten stil. Jij gaat niks gaan verkopen, nie, niks meer geld in, nie. Tot je de arme man zijn fucking dingen recht maakt. Ja, al je planten weg. Je hebt niks meer niet. Fucking zal jullie ook vat. Wat dan nog, hè? Huh? Oh, het beste, nee. Oh, dat is een bokkie. Ach, en ik zit hier los. Ik zie hem het niet. Oké, so hieronder is een arme man. Met een stikkende fucking ossewa. En niemand wil hem helpen, nee. Yes, neef, hoe gaat het? Poor mother, she's been waiting here so long. Stupid farmer and his stupid tools, why won't he help us? Poor mother, she's been waiting here so long. Stupid farmer and his stupid tools, why won't he help us? Kan ik jou? Poor mother, she's like been waiting here so long. Hey Perky, kan ik jou? Kom eens praat weer met die boer. Daar kan jou help, ou. Jy het lang redelijk ongelukkig. En ek voel nou amper slecht door dat ek al die boers groente gesteel het. Amper. Wel, nie eindelijk nie. En eindelijk ga ek hom net al meer. Hele boer. I thought we talked enough. Nee? Unless you've reconsidered my offer. Jy moet hem help. Look, I... Yes, you're right. Ja. A feller might be nutters, might not. But fact is, he needs help. I turn him away. What kind of a man am I, huh? A dwarf. Look, thanks. And I'm sorry for my unneighborly reaction. If you talk to Cicero, you be sure to tell him I'll be down to help soon. Okay, Axel Simok. If you need something, talk to my husband. Vantus Laureus. Or just Laureus. It's all the same to him. Well, I ga met Cicero praat, want, die dwarf het besluit dat je niet meer een dwarf wees, nie? En dit is fantastisch. Quiz. Ik heb met die boer gepraat en hij gaat je goed recht maken. You did? He has? Oh, stranger! You have made Cicero so happy, so jubilant and ecstatic. But more, even more, my mother thanks you. Zij doen? Here, for your troubles. Shiny, clink. Gold, a few coins for your kind deed, and thank you again. Okay. $400. My fuck, dat is moeite waard best. Cheers, dankie, koop ik omraag. Hier achter denk ze weer om zijn paard net of wat de fuck of. My order of the Jarl. Stop right there. Kom eens, klim van die paard af. Crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? Ik zeg, je moet open met je kak. Jij is net een fucking weakling. Jij is niet pity se probleem nie. Kom. Kom nou. Wait. Dat is niks waiting nie. Jij. Het kak gepraat met Pity. Kom nou. Ik zeg sorry. Oké. Well, fuck jou. Ja.
En zo gaan we weer verder. Ik denk dat we zijn les geleerd. Wat voor een spijl hold? Ik weet het niet. Er is zeker één plekje recht voor mij. Hallo. Oh ja, ik viel van een plek, niet, ik moet dit zeggen. Het is actually nogal depressingly kak. Oh, daar had ik een paard. Ben je eens weer bezig om te vragen, maar niet een probleem, niet. Niemand heeft het gezien, niet. Hallo. Mensen. Wonderlijke dag met die paard die af te rijden. Denk jullie wonder zeker of Pieter niet een schuldige geweten heeft, niet maar. Nee, niet eindelijk niet. Dat was hij eigenlijk aan gebeuren. Ze gaan hier voorbij lopen. Is die Battle Bones op los. Dat is de Windhelm Guard die. Dat is nice mensen. En ons is op pad terug naar Riverwood toe. Kijk het gewoon. Niet Riverwood niet. Dat is Riverwood. My fuck. Met de paard. Want als mensen daar zo wat iets zit voor mij. Awesome. Dus mijn fucking kleren terug. Zal zo blij wees. Maar ik denk ons het een goede werk gedaan. Ons het overleefd tot nu toe. Wacht. Was een paard hiervoor. Een man op een paard. Man op een paard in die lucht. Hier moet ik eerst. Askies. Wat gaan hier aan? Wie is jij? Nee, ik wil met jou praten, niet op paard niet. I have nothing to say to you. Now move along. Or okay. I'll order my guards to attack. Okay, yes, fine. Wees maar zo. Ook een nobleman. Zo ja, wat ik denk dat we gaan doen, ons gaan hier de episode net hier zo eindig. En volgende episode gaan ons een rubberboot wees en dan, wel, Pietie is goed terugkrijgen. En alles gaan fantastisch gaan. En we zien jullie weer later. Cheers.